En het woord is aan jou, Esther-Mirjam. Uiteraard aan de partijvoorzitter het laatste woord. Dankjewel. Lieve partijgenoten. Wat super bijzonder om 130 jaar na de oprichting van de SDAP in Zwolle weer in deze mooie plek aanwezig te zijn. Ik voel me vereerd en verplicht om de rijke geschiedenis van de sociaaldemocratie samen met jullie een waardig vervolg te geven. Ongeacht hoe we onszelf noemen. Vanochtend organiseerden we een besturendag. In zaaltjes van dit gebouw wemelde het van de afdelingsvoorzitters, secretarissen, campagnecoördinatoren, penningmeesters. En wat ben ik mega trots op het werk wat zij hebben verzet om de leden op democratische wijze te laten besluiten hoe samen te gaan of hoe niet samen te gaan bij de volgende verkiezingen. Rapporten werden geschreven, commissies werden samengesteld, enquêtes werden gehouden, ALV's, ledengesprekken. Echt ontzettend indrukwekkend. En hopelijk zijn de besturen vanochtend door de sessies nog extra gevoed om hun werk nog een beetje beter te doen. En ook hebben ze van elkaar goed geleerd hoe dit te organiseren. Jullie zijn de motor van onze partij en geven, zoals mijn dochter zou zeggen, de partij geweldige vibe. Een kleine bekentenis is wel dat we dit hebben afgekeken van GroenLinks. Die altijd een besturendag organiseren. Dus dat is volgens mij een van de mooie bijverdiensten van de linkse samenwerking. Veel partijgenoten zetten zich niet alleen maar in voor de PvdA, maar ook in hun buurt, bij buurthuizen, milieuclubs, voetbalverenigingen. Het zijn de positieve krachten van Nederland. En dat is hard nodig, want deze tijd vraagt om een enorme dosis liefde. Maar tegelijkertijd wil ik niet naïef zijn. Het is steeds lastiger om je in te zetten voor de samenleving. Ik denk bijvoorbeeld aan onze lokale politici die vol in de wind staan. En wat een verschrikkelijke dosis bagger krijgen die soms over zich heen op sociale media. Wat ernstig dat wethouders moeten stoppen omdat ze zich onveilig voelen. Dat burgemeesters dreigementen ontvangen. Het is onbestaanbaar dat mensen die onze democratie beschermen zelf bescherming nodig hebben. Het liefst zou ik alle politici afzonderlijk een hart onder de riem willen steken. En ik moedig iedereen in de zaal aan, bekommer je om je lokale volksvertegenwoordiger die zich geweldig inzet, maar soms heel erg onheus bejegend voelt. Helaas kan ik niet iedereen recht doen, maar ik zou toch wel heel erg graag één iemand eruit willen lichten. En dat is Femke Halsema. Een burgemeester die samen met het college een burgemeester die samen met het college van Amsterdam de boel bij elkaar houdt. En dat terwijl Haagse politici olie op het vuur gooien. Niet de onze, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor het verbindende werk dat wordt verricht. Een burgemeester... Raakte even de draad kwijt. Ik heb heel veel bewondering voor het verbindende werk dat wordt verzet. Ook door onze partijgenoten. Soufian Mbarki, Tjeerd Ritmeester en Karen Hirsch. Die laten zien dat je vanuit een trotse achtergrond en een diepe betrokkenheid bij het conflict in het Midden-Oosten nog steeds de verbinding met elkaar kunt vinden. In de weken na het geweld in Amsterdam moest ik vaak denken aan Eberhard van der Laan. En misschien weten jullie wel wat hij in zijn afscheidsbrief heeft geschreven. Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Ik weet zeker dat het niet toevallig is dat Eberhard juist in zijn afscheidsbrief een oproep deed om lief te zijn voor elkaar. Lief zijn, juist in een tijd waarin dat lastig is. Hoe blijf je lief als de wereld om je heen zo haatdragend is? Een tijd waarin je moet kiezen tussen voor of tegen. Waarin liefde voor de ene automatisch afgunst voor de andere zou betekenen. Onze lokale politici, en Tim heeft er al een aantal heel erg mooi genoemd met het geweldige werk wat ze doen, die begrijpen dat liefde helemaal geen keuze is tussen verschillende kampen. En dat lief zijn altijd een positieve kracht is die we moeten aanwenden om de wereld een stukje mooier te maken. Laatst was ik op bezoek in Arnhem bij het project Immerloo Schuldenvrij. De mensen onder jullie die weten dat ik uit Nijmegen kom en een voetballiefhebber ben, zullen begrijpen dat ik thuis wel het een en ander had uit te leggen na mijn bezoek. Nou, heel veel van jullie hebben dat kennelijk niet in de gaten. Hoe dan ook. Er zijn belangrijkere dingen dan het conflict tussen NEC en Vitesse kennelijk. Immerloo is een van de kwetsbaarste wijken van Arnhem, waar bewoners vanwege armoede en schulden nauwelijks kans hebben op geluk. Bewoners die niet verder dan vandaag kijken, omdat de toekomst voor hen niks dan gevaren met zich meebrengt. Onze wethouder Mark Laurix besloot er wat aan te doen. Schulden werden kwijtgescholden en mensen werden begeleid bij de volgende stappen in hun schuldenvrije bestaan. In Arnhem wordt niet over mensen gesproken, zoals het bovenbalkon dat het benedenbalkon moest bekijken van Tim, maar er wordt met mensen gesproken. Bij Immerloo Schuldenvrij beginnen ze altijd met dezelfde vraag. Als je vandaag geen schulden meer had, wat zou je dan eigenlijk graag willen doen? En wat voor dromen heb je voor de toekomst? En wat je dan ziet gebeuren is iets magisch. Mensen durven weer te dromen. Ze noemen de studie die ze altijd al hadden willen volgen. Ze gaan samenwonen wat eerder niet mogelijk was. Ze plannen hoe ze hun droombaan kunnen bereiken. Ze kijken vooruit. Ze zien toekomst en voelen de mogelijkheid om zelf grip uit te oefenen op hun leven. Lief zijn is ook zien waar een ander recht op heeft. En ik denk dat daar de belangrijkste opdracht voor de komende tijd ligt. Voor Nederland en zeker ook voor de politici van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe geven we mensen zelf weer het stuur in handen? Joop den Uyl besefte als geen ander hoe belangrijk en ingewikkeld zo'n stuur is. Zo zei hij in een interview, kijk bijvoorbeeld naar die buschauffeur. Mensen denken vaak bij ministers, oh wat hoog en oh wat knap. Maar zo'n bus besturen in de binnenstad, dat lijkt me immens moeilijk. Kortom, zelfs met een stuur in handen kan het nog heel ingewikkeld zijn. Vandaag waren er veel sprekers en deelnemers van buiten onze partij aanwezig, zodat de mensen om wie het gaat een stem krijgen en gehoord worden. En wat een geweldig verhaal hadden we als aftrap van deze politieke ledenraad. Maar er moet nog veel meer gebeuren. We willen dat gaan doen door een reeks gesprekken te gaan voeren, binnen en buiten de partijen, over de links-progressieve beweging. Die samenwerking gaat over de vraag hoe onze beweging eruit zou moeten zien. En ik geloof dat politiek ook alleen maar het verschil kan maken als ze naar buiten is gekeerd. Een verschil tussen een fatsoenlijk en een marginaal bestaan. Een verschil tussen een lief en mooi land en een land dat boos en verdeeld is. Dat gevoel wordt steeds minder gedeeld. Mensen geloven steeds minder dat de politiek ertoe doet. Het dreigt een wedstrijd te worden van ieder voor zich, waarbij de overheid als een lastig obstakel wordt gezien. Terwijl Frans juist ontzettend mooi in zijn bevlogen speech heeft aangegeven waar de overheid het verschil kan en moet maken. En we laten het ons ook niet wijsmaken dat de overheid een obstakel is en ook niet dat het ieder voor zich is. Want hoe je ook wendt of keert, we hebben elkaars lot in handen. We zijn verbonden door de wegen die we aanleggen en bereiden. We zijn verbonden door de zorg die we verlenen en die we ontvangen. We zijn verbonden door het voedsel dat we verbouwen en dat we eten. We zijn ook onzichtbaar met elkaar verbonden door de gedachten aan een ander, de dingen die we doen voor de mensen om ons heen, voor bekenden en vreemden, dichtbij of ver weg. We kunnen onszelf ontwikkelen door wat anderen in het verleden voor ons gedaan hebben en we leren onszelf beter kennen als we oog hebben voor de ander. Daarin geloof ik met Henriette Roland-Holst dat de zachte krachten zullen winnen. Daarom geloof ik in een politieke partij die gedragen wordt door de samenleving. In een vereniging waarin mensen zich thuis voelen en waar de deur altijd open staat. Of zoals Nelleke Vedelaar hier in Zwolle zei, waar altijd een kaarsje voor je brandt. Een politiek die onderkent dat elk mensenleven in welke stad of dorp, met welke portemonnee en vanuit welk perspectief ook, het waard is om gezien te worden. Een politiek die snapt dat ze moet opstaan of zelfs opspringen voor een ander. Die de pijn en pech van mensen meevoelt en die meer doet op momenten dat het moeilijker wordt. Een politiek die lief is. Want zo zorgen we voor ons land en voor elkaar. Voor minder doen we het niet. Dank jullie wel. Dankjewel, Esther.